Voilà, merci. Bedankt. Dus ik ga het vandaag inderdaad met u hebben over de dienstplicht na de Eerste Wereldoorlog. Dat is niet echt het onderwerp van mijn onderzoek tot nu toe. Het is eigenlijk het vervolg op mijn onderzoek. De dienstplicht is in België altijd al een politiek zeer gevoelig thema geweest. En het dienstplichtsysteem, kort eventjes ter herhaling, verandert ook ingrijpend in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Tot 1909 had je in België een dienstplicht op basis van loting, lottrekking, met mogelijkheid op plaatsvervanging, wat aan de rijken de kans gaf om zich vrij te kopen. En op die manier kwam de factuur voor de verdediging van het vaderland op de rekening, voor de rekening van de minst begoeden. Daarom kwam er in 1909 een ander systeem, meer billijk, één zoon per gezin en uiteindelijk in 1913 de persoonlijke dienstplicht, waardoor elke jonge man in zijn 20ste levensjaar werd ingelijfd voor een periode van 15 tot 24 maanden. En het is met dit systeem dus dat het Belgische leger ten oorlog trok in augustus 14. En het gros van de Belgische soldaten van 14-18 waren dan ook dienstplichtigen. Tijdens de oorlog zal de regering dit dienstplichtensysteem uitbreiden met een reeks besluitwetten, maar daar ga ik vandaag niet verder op in. Waar het vandaag wel over zal gaan, dat is over wat er in de eerste jaren na de oorlog is gebeurd met de dienstplicht. En de schaarse literatuur daarover houdt het meestal op enkele algemeenheden, in de zin dat het principe van de persoonlijke dienstplicht van 1913 dat werd niet meer in vraag gesteld, maar dat er wel een electoraal politiek opbod was tussen de politieke partijen met de bedoeling om de dienstplicht zo kort mogelijk te houden. Nu, bij de voorbereiding van deze lezing stelde ik mezelf drie vragen. En die drie vragen zijn ook de rode draad doorheen mijn uiteenzetting. Eerste vraag is een mogelijk spanningsveld, namelijk wat met de oud-strijders die de oorlog hebben gevoerd en die uiteraard na de wapenstilstand zo snel mogelijk naar huis willen. Tweede vraag, wat met de jonge mannen die onder andere door de bezetting van België waren opgeroepen, maar niet in staat waren geweest om onder de wapens te komen. Zal men die alsnog verplichten om actief te worden, dus hun dienstplicht uit te voeren? En dan, welke dienstplicht zag men na de oorlog? En ik heb me in mijn lezing enkel toegespitst op hoe de legerleiding die problemen zag. En dus niet de politieke partijen. Dat is een studie die, denk ik, nog voor een stuk moet gebeuren. Dus de eerste vraag is, wat met de oud-strijders die zo snel mogelijk, begrijpelijk, dat zijn de ijzersoldaten, die zo snel mogelijk naar huis willen? Wel, enerzijds, voor de legerleiding was dat absoluut geen evidentie om die mensen direct na 11 november naar huis te sturen. En dat was voornamelijk omwille van de lopende militaire operaties. Die gaan natuurlijk door tot 11 november. Maar ook daarna houden ze niet onmiddellijk op. De Duitsers ontruimen België in verschillende fases waarbij het Belgische leger telkens moet volgen. En bovendien, vanaf december 18, nemen meer dan 20.000 Belgische militairen deel aan de bezetting van het Rijnland. Maar dat is nog niet alles. Ook op het Belgische grondgebied waren bijna 40.000 militairen dagelijks bezig met operationele opdrachten. Gaande van 20.000 manschappen die de grenzen met Nederland bewaakten, 2.500 militairen in versterking bij de gendarmerie en een 15.000-tal soldaten belast met het opruimen van munitieopslagplaatsen, het bewaken van bruggen, wachtlopen aan spoorwegen en dergelijke. Dus die militaire operaties vereisten een sterke strijdmacht en dus eigenlijk het in dienst houden van zoveel mogelijk zeker ervaren oud-strijders. Anderzijds is het duidelijk dat de legerleiding toch veel begrip opbrengt voor de manschappen die naar huis wilden. In die mate zelfs dat nog voor de wapenstilstand getekend is, soldaten al 3 dagen verlof konden krijgen om naar huis te gaan, op voorwaarde dat hun woonplaats in West-Oost-Vlaanderen of Henegouwen al bevrijd was. Nu, die enkele dagen verlof zijn natuurlijk geen structurele oplossing. En daarom zal men beslissen om eigenlijk de oudste dienstplichtigen zo snel mogelijk te laten vertrekken. Die oudste dienstplichtigen hebben allemaal hun militaire verplichtingen, dat was 13 jaar, ruimschoots vervuld. Dat waren mensen die in 1899 hun dienstplicht waren begonnen, geboren in 1879, en die dus in 1918 bijna 40 jaar oud waren. En men begreep aan de legertop zeer goed dat die mensen zo snel mogelijk naar huis moesten vertrekken. Dus de
eersten die vertrekken, dat zijn de klassen 1899 tot 2. Die samen ging dat over 18.000 manschappen. Dat is 10% van de getalsterkte. Dat valt dus mee. Die vertrokken al in december 18 met verlof van onbepaalde duur. Samen met hen mochten ook de oorlogsvrijwilligers van die leeftijd vertrekken en de mannen van de algemene mobilisatie, de besluitwet van 21 juli 16, die mochten ook vertrekken. Wie dat wenste, kon bijtekenen voor 1 tot 3 jaar. Sowieso, of je bleef of vertrok, iedereen kreeg, opmerkelijk, een gouden handdruk, namelijk een flinke geldsom, in functie van het aantal jaren aan het ijzerfront. Iedereen mocht ook zijn militaire kledij houden, wat volgens de minister van Oorlog een serieus financieel geschenk was in tijden van schaarste, ook kledijschaarste. En dan kreeg iedereen nog 39 dagen betaald verlof, vooraleer ze in verlof van onbepaalde duur werden gestuurd. Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden kon het leger iemand verplichten om langer te blijven, echt voor nicheberoepen. En de enige systematische uitzondering hierop, opmerkelijk, zijn de mannen die veroordeeld waren voor het krijgsgerecht of die nog een procedure tegen hen hadden lopen. De koning en de stafchef, generaal Gillin, die wilden op die manier de wederopbouw van het land alle kansen geven. Door zo snel mogelijk mannen terug vrij te geven, ondanks dus die nood aan soldaten voor die diverse militaire operaties. Gillin toont zich in die periode absoluut een brave stafchef. Hij ligt absoluut niet dwars. Hij schrijft in een nota van januari 1919 dat hij geen grote hervormingen plant. Hij wil eerst de politici de kans geven om hun beslissingen te maken. En dus aanvaardt hij het principe om druppelsgewijs de ene klasse na de andere klasse te laten afzwaaien. Voor hem is dat een goede oplossing, omdat op die manier de overgang van oorlogsvoet naar vredesvoet, naar de demobilisatie, druppelsgewijs, progressief zal gebeuren. En uiteindelijk werd de Belgische demobilisatie dus een rustig uitdoof scenario. Dat was nu wel eerder geluk dan planning. De Belgen zijn zeer laat in actie geschoten om de demobilisatie voor te bereiden. De eerste nota van de kabinetsleider dateert daarover van april 1918, wat op zich een zeer vreemde timing is, een verrassende timing. Maar op dat ogenblik zijn de Duitsers volop bezig met hun succesvolle voorjaarsoffensieven. En om dan net de demobilisatie te beginnen plannen, dat is wat vreemd. En in die commissies die worden opgericht, dus in de tweede helft van 18, wordt er vooral gepalaverd over principes. En die commissie, onder andere een ondercommissie voor militaire demobilisatie, die dacht er eerst aan om de Belgen te laten demobiliseren, niet in functie van leeftijd of dienstplichtige klasse, maar in functie van beroep. Omdat dus bepaalde beroepen belangrijker waren voor de wederopbouw, douane, politie, bouwnijverheid, industrie. Maar uiteindelijk zal men die piste laten varen en kiezen voor andere criteria. De diensttijd, dus de dienstplichtige klasse, hoe ouder, hoe sneller je mocht vertrekken. Daarmee samenhangend, maar niet voor iedereen van toepassing, de leeftijd. De leeftijd, vooral voor de oorlogsvrijwilligers, belangrijk. En de familiale toestand. Wie gehuwd was en x kinderen had, 3 of meer meestal, kon vaak vroeger vertrekken of mocht vaak vroeger vertrekken. Nu, de legerleiding stelt zich wel soepel op, maar heel snel gaat het allemaal niet. De volgende klassen kunnen pas vertrekken tussen februari en april 1909, om uiteindelijk te eindigen in september 1919, dus bij de officiële demobilisatie. Dan pas vertrekt de laatste oorlogsklasse. Nu, om te kijken wie dat die soldaten die vertrekken zal vervangen, dacht men natuurlijk aan, in een eerste tijd, de jonge mannen die geen dienstplicht hadden vervuld, hoewel ze theoretisch waren opgeroepen, maar door de bezetting bijvoorbeeld niet tot bij het Belgische leger waren geraakt. En ook hier, als antwoord op die vraag, zien we een duidelijke consensus tussen legerleiding en politici. Namelijk, iedereen die onder de wapens had moeten komen, zal uiteindelijk onder de wapens komen, vroeg of laat. Zodat, en dat was de achterliggende idee, zodanig dat we de oud-strijders zo snel mogelijk naar huis kunnen sturen. Dus dat was die consensus.
Tot Versailles, en dus ja, goed, was het de bedoeling om zo snel mogelijk nieuwe klassen in te lijven om dus de oud-strijders te kunnen laten afzwaaien. En de eerste stap daartoe gebeurt nog tijdens de oorlog, namelijk een besluitwet van 1 november 1918, die alle Belgische mannen, ook degenen die een goed lotje hadden getrokken in de tijden van de lottrekking, geboren tussen 1879 en 1899 onder de wapens riep. Ja. De weerleidende tekst maakte duidelijk dat het ging over de jonge mannen die waren aangetroffen in de inmiddels bevrijde gebieden in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen en die volgens de tekst brandden van verlangen om te mogen deelnemen aan de strijd. De besluitwet was weliswaar ingegeven door de mogelijkheid dat de oorlog nog lang zou duren. We zijn dan op 10 dagen van de wapenstilstand. Maar hield ook rekening met de mogelijkheid op een snelle vrede. En dan zou men die nieuwe recruten gebruiken om de oud-strijders eigenlijk te laten naar huis terugkeren. Nu, de gebeurtenissen halen die wet uiteraard in. 10 dagen later wordt de wapenstilstand getekend. En verandert de zaak natuurlijk. Ten eerste is er niet langer de nood om algemeen te mobiliseren. Dus iedereen, elke man, onder de wapens te roepen. En bovendien kan het wat gestructureerder gebeuren. En dat geeft dus aanleiding tot de wet, hè, want het parlement is dan terug actief. De wet van 1 maart 1919, sur le contingent spécial de 1919... waarbij dus progressief de achterstallige soldaten van de klasses van 14 tot en met 19 zullen opgeroepen worden. En men schatte toen dat dat in totaal toch ging over 235.000 mensen, jonge mannen, die hun dienstplicht niet hadden kunnen uitvoeren, ondanks een oproeping. Toch duurt het opnieuw wat 4 maanden vooraleer de wet effectief van kracht werd en dus effect had, bedoel ik. Dus, en in juli 19 werden de eerste achterblijvers van de klassen van 14 en 15 opgeroepen. Samen was dat goed voor 40.000 manschappen. En in die periode worden er ook 3 oud-strijdersklasses naar huis gestuurd. Maar goed, echt snel is dat dus niet gebeurd, want we zijn 9 maanden na de wapenstilstand. En uiteindelijk, na Versailles, zou dus de recrutering wat vertragen, een trager tempo. Om de 6 maanden riep men een achterstallige klasse op. En daarna, vanaf 23, viel men terug in het systeem van 1 normale klasse per jaar. Dus tot 23 was er eigenlijk een systeem van 2 inlijvingsperiodes per jaar. Nu, als we kijken wat er in die wetten staat, ja, dan zien we dat dat enerzijds zeer streng is. Qua principe is het zeer streng. Iedereen moet zijn dienstplicht doen, die hem had moeten doen. Ja. En eigenlijk wordt het nog strenger dan het vooroorlogse systeem, want er worden ook geen uitzonderingen meer toegestaan voor klerus en er worden ook geen ontheffingen van de dienst meer toegestaan. Ontheffingen van de dienst, dat was een systeem dat bestond voor 14, omdat de omvang van een klasse, bijvoorbeeld van 13, dat was vastgelegd op 33.000 manschappen. Soms bleek dat er na de medische keuring meer dan 33.000 manschappen aanwezig waren. En wel wie dan ja, de 34.000ste was, die moest niet komen. Wel, dat valt weg. Dus eigenlijk is dat zeer streng qua principes. Maar als we dan kijken naar de praktijk, ja, dan wordt het systeem wel heel relaxed en heel toegeeflijk. Er komen eerst en vooral een hele resum gedeeltelijke of volledige vrijstellingen. Maximum 3 broers per gezin moesten gediend hebben in het Belgisch of geallieerde leger. Als je de 4e was, moest je dus niet je dienstplicht doen. Wie 1 vader, ja, je kunt er geen 2 verliezen natuurlijk, of 2 broers, dat was de wiskunde erachter, had verloren tijdens en door de oorlog, kreeg een vrijstelling. Wie geprobeerd had de grenzen met Nederland over te steken en daarbij was opgepakt, die kon rekenen op een volledige vrijstelling, indien hij minstens 15 maanden gevangen was geweest, of een gedeeltelijke vrijstelling, waarbij je dus de maanden gevangenis mocht aftrekken van je maanden dienstplicht. En ook wie gevangen had gezeten wegens spionage, die mocht zijn maanden in de gevangenis aftrekken van zijn dienstplicht. Dat zijn dus de vrijstellingen. Bovendien zal er in de praktijk de dienstplicht beperkt worden tot, ja, zoals u ziet, 12 en 17 maanden in 1920 bijvoorbeeld. En dat was niet alleen omwille van politieke beslissingen, dat waren ook militaire noodwendigheden. Namelijk, men had geen plaats om al die militairen een bed te geven. Dus men moest ze wel sneller laten vertrekken
dan soms voorzien was. En tenslotte was er, en dat is de hoofdoorzaak van het feit dat iedereen, of dat de meesten in die tijd, zeer weinig dienstplicht uitoefenden, dat was dat er een zeer soepele werd omgesprongen met de verlofregeling. Waardoor de meerderheid van de dienstplichten volgens sommige auteurs slechts 4 maanden dienstplicht deden, vooraleer ze met verlof naar huis werden gestuurd. Bijvoorbeeld wie gehuwd was en wie kon aantonen dat hij de eerste 4 maanden van zijn dienstplicht goed had gewerkt en dat hij kan aantonen dat zijn inkomsten, zijn beroepsinkomsten in de burgerij van belang waren voor het welzijn van zijn gezin, die mocht na 4 maanden afzwaaien. Maar als je dan kijkt naar de officiële omzendbrieven, ja, dan zeggen die heel duidelijk dat criterium van de eerste 4 maanden moet je goed dienst doen. Ja, daar mogen de militairen niet over oordelen, dat is niet belangrijk. En of dat de inkomsten belangrijk zijn voor het gezin, dat doet er ook niet toe. Dus concreet komt het erop neer dat zelfs de officiële omzendbrieven zeggen na 4 maanden stuur de gehuwde mannen maar in verlof. Ja. Dus ze doen 4 maanden niets meer. En dat leidde dan weer tot frustraties bij de vrijgezellen, collega's, hè, dus die niet die voorkeur kunnen genieten, voorkeursbehandeling kunnen genieten. Er duiken pamfletten op in de grote steden. Het komt zelfs tot betogingen en rellen met misnoegde vrijgezellen. Nu, begin 1920 is dat. Nu, de gevolgen van die demobilisatie en die korte nieuwe dienstplicht, ja, die zijn catastrofaal voor het leger. En dat was voor mij toch wel confronterend, want ik heb mijn proefschrift gemaakt over hoe het Belgische leger toch op 4 jaar tijd een stuk beter is leren vechten, heeft leren vechten. Wel, als we dan zien hoe het Belgische leger er 2 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog er aan toe is, dan is dat catastrofaal. Qua getalsterkte is het leger nog slechts een schim van de oorlogsmachine die in september 18 begon aan het bevrijdingsoffensief met 170.000 manschappen. Ja. Dus dat zakt. Van die 75.000 zijn er dan nog een derde die niet in niet-gevechtsfuncties zitten. Dus je hebt eigenlijk maar 50.000 strijders, hein, combattants. Bovendien, en dat is misschien nog erger, de kwaliteit van het leger en van de manschappen en van de officieren ook was bedroevend. De mentaliteit was problematisch met een laissez-aller mentaliteit. Een decompressie misschien na de overwinning. Maar bon, iedereen is bezig met de wederopbouw van het land. En zeker in de ogen van de gewone soldaten was er geen vijand meer. Dus waarom zouden we ons druk maken over de toestand van het leger? En in 1920 was de toestand zo mogelijk nog erger. Er was gewoon geen mogelijkheid meer om te trainen. Gemiddeld was slechts 10% van de soldaten beschikbaar voor oefeningen. En dus klonken de rapporten over het Belgische leger in 1920 opnieuw net zo alarmerend als die van 1914. Soldaten konden niet marcheren, hadden nog nooit hun wapen afgevuurd en er was een schrijnend gebrek aan lagere kaders, korporaals en onderofficieren. En dat zijn net 3 grote problemen van het Belgische leger in 1914. Wel, in 1920 is het dus terug van dat. Hoewel de legerleiding zich nooit openlijk had verzet tegen deze manier van werken, zie je toch dat vanaf 1920 dat er steeds meer openlijk protest komt. Generaal Rucqua, die getuigt voor de gemengde commissie in april 1920, dat zijn divisie op dat ogenblik op oefening is, aan het trainen is in het kamp van Beverloo. En op minder dan 2 weken tijd telde die divisie aan het trainen in 1920 meer doden dan zijn divisie in de loopgravensector van Ramsgraven aan het IJzerfront in dezelfde tijdspannen. En dat wijt hij aan de ongetraindheid en aan het tekort aan lagere kader. Begin 1920 waarschuwt een andere generaal dat het kwaliteitsniveau van de dienstplichtigen problemen zal opleveren bij een eventuele nieuwe oorlog. Dus op 2 jaar tijd verliest het Belgisch leger zowat alles van zijn operationaliteit. Het is niet alleen een personeelsprobleem, het is ook een materieel probleem. Bijvoorbeeld, er zijn geen oefenmunities, oefenpatronen beschikbaar, waardoor je soldaten hun de laadbeweging van hun wapen niet kunnen oefenen en dus eigenlijk niet meer weten hoe ze hun wapen moeten laden. En laten we eerlijk zijn, voor een militair is dat toch wel basiskennis. Goed,
De discussie over de dienstplicht, de nieuwe militiewet, komt die er, komt die niet, die blijft eigenlijk tot 1919, tot de zomer van 1919, grotendeels in de frigo. Het debat, als het dan losbarst in de zomer van 1919, spitst zich echt toe op de duur van de dienstplicht. Waarbij duidelijk wordt dat de publieke opinie die zo kort mogelijk wil houden, een dienstplicht zo kort mogelijk, en bovendien, de publieke opinie krijgt hier een algemene steun uit politieke hoek, waarbij zelfs de liberale minister van Oorlog, Masson, in de zomer van 1919 een opening liet voor een dienstplicht van 9 maanden. Maar degene die natuurlijk het meest op het gaspedaal doorduwden, dat waren de socialisten die wijdverspreid pleiten voor een dienstplicht van 6 maanden. Met als redenering, 6 maanden hadden volstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog om een soldaat op te leiden, dus dat moet in vredestijd zeker volstaan. En dat was voor de militairen echt een keerpunt. En vanaf dan zie je dat er dus een afstand groeit tussen legerleiding en politici, waarbij dat de legerleiding echt zal alles uit de kast zal halen om de dienstplicht op een respectabele duur te houden. Respectabel, dat blijft lange tijd voor de militairen, 18 maanden. Nu, onder druk van de socialisten zal de minister van Oorlog Masson in december 1919 een militaire commissie oprichten die de duur van de dienstplicht moet bestuderen. De naam zegt het, het is een commissie bestaande uit militairen onder leiding van generaal Louwens. En die commissie adviseerde, weinig verrassend, een dienstplicht van 18 maanden voor de infanterie en genie tot 24 maanden voor de cavalerie en artillerie. Dat is dus geen verkorting van de dienstplicht, dat is zelfs een verlenging van de dienstplicht voor de infanterie van 3 maanden. Dus dat is helemaal niet waarop politici en zeker de socialisten hadden gehoopt, maar de generaal haalt in zijn besluit wel een goed argument aan om die dienstplicht van 18 maanden te steunen, namelijk een infanterist, en dat was zo, hij had erin gelijk, moest in 1918 veel meer kunnen dan in 1914, met veel meer wapensystemen kunnen werken. Hij moest dag en nacht kunnen vechten, hij moest kunnen loopgraven maken, camouflage enzovoort. Dus zijn training terugschroeven van 15 naar 6 maanden, dat was van de pot gerukt, dat moest in tegendeel langer worden. Nu, zoals vaak in de Belgische geschiedenis, als militairen en politici het niet eens zijn, richt men een gemengde commissie op, commission mixte, die dus een jaar lang bestaande uit Kamerleden, senatoren en militairen zal vergaderen over de dienstplicht, vooral de duur dan van de dienstplicht. Onder leiding van de oudstrijder Hubin zal de samenstelling meermaals wijzigen, maar ongeveer 50% parlementsleden, 50% militairen. Tijdens die vergaderingen zal de nieuwe stafchef Magelijnse zich echt met alle mogelijke middelen verdedigen tegen een beperking van de duur van de dienstplicht. En daarvoor haalt hij een aantal extra argumenten aan. De ervaring van 1914, zegt hij, en daar beheeft hij zich op glad ijs. Want hij heeft gelijk als hij zegt dat in 1914 het Belgische leger op basis van die dienstplicht zwak gepresteerd heeft. Hij vermeldt onder andere de grote groepen fuyards, soldaten, grote groepen, dat ging soms over duizenden soldaten, die tijdens een gevecht het slagveld collectief verlieten. Dus zegt hij, we hebben daar echt wel lessen uit te trekken, we moeten die dienstplicht niet verkorten, maar verlengen. Het heeft hem heel veel kritiek opgeleverd in kranten en natuurlijk van oud-strijders, want in 18 was iedereen het debacle van 14 vergeten. En in 18 waren militairen helden. En dan was het absoluut not done om, zoals Magelijnse deed, te wijzen op wat er terecht verkeerd was gegaan in 14. Het ging over meer dan de individuele opleiding, zoals de socialisten zeiden. Je moet een eenheid ook kunnen trainen als groep, dus collectief. Je moet ze niet alleen leren een wapen afvuren, je moet ze dat ook op een tactische manier leren doen. Bovendien, zegt hij, en dat is een argument dat politici heel moeilijk leken te begrijpen, hebben we dekkingsstrijdkrachten nodig. Dat wil dus zeggen dat je steeds een stuk van je leger minstens moet hebben dat klaar is, dat paraat is, dat operationeel is. Hij wil dus zeggen, zegt hij, als we met een dienstplicht van zelfs 12 maanden en 1 inlijving per jaar, dan gaan we dus altijd een groep hebben die getraind is, maar die vertrekt. En dan komen er nieuwe recruten toe die minstens 3, zelfs 6 maanden nodig hebben om op een zeker niveau te halen. Wel, in die 3 tot 6 maanden hebben wij geen parate eenheden.
Dus we hebben een langere dienstplicht nodig. En tenslotte het einde van de neutraliteit en dan vooral de ondertekening van het Belgisch-Frans militair akkoord van september 1920, waarbij Maglinze in de commissie eigenlijk op bijna profetische wijze de Duitse wraak mei 40 voorspelt. En hij zegt dus, wij moeten echt wel de volgende oorlog voorbereiden. En vooral, we zijn nu in een verdrag met de Fransen, in een bondgenootschap met de Fransen. En zij hebben, officieel dan toch, een dienstplicht van 3 jaar. Ja, dan kunnen wij het als partner niet maken om onze dienstplicht drastisch in te korten. En Maglinze trekt zich dus weinig tot niks aan van de publieke opinie, is zich wel bewust van de spanning tussen de militaire behoeftes, dus zijn behoeftes, zeg maar, en de sociaal-economische realiteit, dus de publieke opinie en de politici, de wederopbouw die prioritair is, maar dat weerhield er hem niet van om dus hoog in te zetten. In weerwil van de publieke opinie die echt verwachtte, conform de troonrede van de vorst, conform het regeringsprogramma, dat de dienstplicht zou verminderd worden. Maglinze in de commissie zegt recht, zelfs rechtuit dat de publieke opinie, hij vindt dat absoluut aberrant dat die de gang van zaken zou dicteren. Dans une question aussi importante, aussi vitale que la défense du pays, on doit brusquer quelquefois l'opinion publique. Dat is dus heel duidelijk wat hij daarvan denkt. Hij pleit lange tijd voor 18 maanden, gedurende eigenlijk de hele activiteit van de gemengde commissie. Alleen op het einde, en dat kan ik niet verklaren, in het voorjaar van 1921, maakt hij een opmerkelijke bocht. En dan gaat hij opeens akkoord met 12 maanden voor de infanterie, 15 maanden voor de andere wapens. Waarbij hij wel compensatie vroeg onder de vorm van geld, een fysieke toelatingsproef, meer wederoproepingen, meer kazernes, meer oefenterreinen enzovoort. Bon. Nu, in elk geval, ondanks zijn pleidooi voor 18 maanden, zal de dienstplicht dus nadien beperkt worden op bepaalde periodes zelfs tot 8 maanden. Dus eigenlijk verliezen de militairen die confrontatie met de politici en de publieke opinie. Dus samengevat, wat met de oud-strijders die zo snel mogelijk willen afzwaaien? Wel, daar is duidelijk dat politici en ook voor de tweede vraag aan militairen aan hetzelfde zeel trekken. En namelijk, we willen die oud-strijders zo snel mogelijk inderdaad laten vertrekken. Dat lukt wel niet zo goed. En we willen anderzijds iedereen onder de wapens laten komen die dienstplicht had moeten doen. Dat lukt wel, maar het is een zeer korte dienstplicht. Het is pas als het gaat over de duur van de nieuwe dienstplicht na de oorlog dat er een echte clash ontstaat, een verschil in visie tussen politici en legerleiding. Waarbij men dus eigenlijk niet de juiste militaire lessen trekt uit de Eerste Wereldoorlog, maar eigenlijk het tegenovergestelde doet, namelijk de dienstplicht verkorten. Voilà.